We staan op dit moment in de nieuwe boerderijbus. Wat is eigenlijk de boerderijbus? De boerderijbus is een rijdende wagen die op vaste plekken komt te staan en waar regionale producten verkocht gaan worden die ook in deze regio voortgebracht worden. Het is zo dat een hoop plattelandsbewoners hele leuke producten maken, alleen het is heel moeilijk om juist dat platteland in de stad bekend te maken. De producten zijn te klein om in de supermarkt aan te bieden en die missende schakel in die ketting, die willen wij verzorgen door de leuke producten naar de stad te brengen. Wie gaat de verkoop organiseren? De verkoop wordt gedaan door verschillende winkeliers, waarvan wij er twee zijn. Op de zaterdag is de bedoeling dat wij hier bij ons huis winkeliersters zijn. Maar ook andere, op elke dag in de week is die op een andere plek. En op elke dag in de week heeft hij dus ook een andere winkelier in de bus, winkelierster. Dat zijn of de leveranciers zelf, of bijvoorbeeld de Heemtuin, waar die op de zondag komt te staan. En ook zij hebben wat producten geleverd, maar ook zij gaan dus voor ons verkooppunt zijn. De bus staat dus elke dag wat ergens anders? Ja, elke dag van de week krijgt hij een andere plek, maar dus wel vast. Elke maandag komt hij op een vaste plek en elke dinsdag, elke woensdag. En ook op een paar markten, zowel in Hogeveen als in Hogezand. Hogezand, oh ja. En Veendam. De donderdagmarkt wou je in Veendam op de markt staan. En vrijdags in de Hogezand. Maar door de week staat hij dus gewoon op Borgen Compagnie ook duidelijk aangegeven? Ja, de bus die wordt aangegeven door vlaggen. We gaan er ook nog een beetje rugbaarheid aan geven dat de bus er komt. En we staan juist op plekken zoals waar we vandaag staan, waar wij toch ook veel toeristen verwachten. En we hebben bijvoorbeeld ook boerenijs in de aanbieding. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk productje om voor mensen die met de fiets langskomen om een ijsje te komen eten. Welke producten hebben jullie nog meer? Want ik heb verschillende hele leuke dingen gezien. Ja, die hebben we zeker. We hebben verschillende leveranciers van specifiek vlees. Blonde d'Aquitaines, Limousin, Schotse Hooglanders. We hebben ook droge worsten, eieren, veel verschillende groentes afhankelijk van het seizoen. Ja, asperges horen daarbij, maar die komen pas met een paar weken. Daarnaast hebben we een bakker, een lokale bakker, die ons brood belevert, wat wij verkopen. We hebben melk, zuivelproducten, kaas, eigenlijk alles wat ook maar enigszins op boerderijen gemaakt zou kunnen worden, tot aan paling toe. Maar ik heb ook gezien dat u hele lekkere yoghurt hebt. Iets speciaals, dat klopt. Het is een productje wat we iets verder weghalen, maar wat zo lekker was dat we zeggen dat kunnen we gewoon niet laten om dat ook in de bus neer te zetten. En de mensen die het eenmaal geproefd hebben, die komen terug en die blijven komen. Dat is een hartstikke leuke ervaring. Dat is ook de bedoeling. En ik heb gezien dat er dus heel veel soorten jam en vruchtensappen zijn. De jam en de vruchtensappen die komen van een boerderij in Venhuizen in Werdem. De vruchtensappen die komen uit Noordbroek. Het zijn ook hele specifieke leuke producten. Kijk, wij zijn niet de goedkoopste in de markt, maar wij leveren voor onze prijs wel een hele hoge kwaliteit. En daarmee denken wij een gat in de markt gevonden te hebben. De producten die hier verkocht worden, zijn dat allemaal biologische, hoe noem je dat? Het is deels eco-product. Deels eco-fruit en deels eco-groente. En ook het reguliere, het gewone, dus niet het zozeer eco. Kijk, de opzet van de bus is dat wij plattelandsproducten verkopen. Nou, op het platteland wordt zowat gangbaar als ecologisch geteeld. Dus zullen wij ook gangbaar en ecologisch verkopen. En wij vinden dat dat elkaar niet bijt. Woensdag is de officiële opening. Is daar nog iets speciaals aan? Ja, woensdag, daar zijn leuke dingen. Daar hebben we een markt georganiseerd voor genodigden op Borgen Compagnie. Daar laten we ook echt zien wat er te doen is. Wij hopen dan toch ook wat meer
producten nog te kunnen laten zien dan wat er op dit moment op de bus is. Op dit moment is eigenlijk de opzet meer van testen of alles wel werkt of we geen storingen krijgen. En woensdag, dan hebben we de bus helemaal vol en dan hopen we er een leuke happening van te maken. Wie doet de opening? De opening wordt verricht door de minister van Landbouw, Hajo Apotheker. Wat een groot feest met een heleboel proeven en testen van spullen ook. De leveranciers gaan allemaal een kraampje exporteren met laten zien wat ze ons gaan leveren. En dat moet een hoop bekendheid gaan geven. Waar komt de bus woensdag te staan? Die bewuste woensdag staat hier bij de Limousinboerderij. Aan de andere kant van Borgen Compagnie, bij de familie Groenewold. Nou zeggen we dus wel eventjes aan de andere kant van Borgen Compagnie, maar dat zegt natuurlijk eventjes helemaal niks. Dus eigenlijk op het, gedeelte Borgen Compagnie, als we van Veendam afkomen, richting Sappemeer. Het is de grens tussen de Borgen Compagnie wat in Veendam ligt en Borgen Compagnie wat in Menterwolde ligt en wat in Hoge Zand Sappemeer ligt. Ja, dus gewoon richting Sappemeer. Ja, precies. Goed zo. Wij wensen u heel veel succes. Ja. Dank u wel. Goed, bedankt. En ook dit boterlammetje kan een sieraad zijn op uw tafel. En de boerderijbus is een initiatief van het Compagniester Banket. En let dus volgende week woensdag op deze bus. En als u dan gelijk woensdag eventjes gaat, misschien kunt u dan ook nog eventjes minister Hajo Apotheker de hand schudden. Tot zover deze reportage over de boerderijbus. En helaas moest minister Apotheker op het laatste moment afzeggen.